Hey mensen, welkom bij een nieuwe video op dit kanaal. Het kanaal in Nederland wat bijna 1 miljoen abonnees heeft. En dat betekent dat we 2 kanalen hebben met 1 miljoen abonnees. De vorige keer heb ik al mensen overtuigd door het feit dat ik heb gezegd dat ik een OnlyFans... Gaat het, Tim? Wat gebeurt hier? Tim die valt half van zijn stoel af door ons praatje. Goed, wij gaan vandaag de sorbet challenge doen. En de sorbet challenge houdt in dat hier nog ijs in komt. En dat wij, zoals andere eet-challenges, de hele tijd ingrediënten gaan grabbelen. En het zijn zoveel ingrediënten dit keer dat het niet meer in een bakje past. Ja, of het is gewoon heel groot geschreven, zodat ik nog beter vals kan spelen. Huh? Ik vals spelen doe ik nooit. Nee! Nou, Maarten heeft wel pech bij dit soort challenges. Dus bereid je voor, want op een of andere manier, als we eet-challenge doen, gaat het altijd zo. Goed, dus het ruikt hier al heel vies. Dat is niet goed. Ben ik het? Nee, dat ben jij niet. Dat zijn allemaal ingrediënten die er staan. Dus het is heel simpel. We krijgen lekkere en vieze ingrediënten en we grabbelen. Dus het kan zijn dat je gewoon een lekkere sorbet krijgt daar. Ik denk het niet. Gaan we dat dan meteen opdoen of gaan we dat aan het einde doen? Want als in, dan smelt je ijs. Nou vind ik dat niet erg als het vies is, maar als het lekker is, dan baal ik er flink van. Ja, ik denk dat het wel beter is als we het er meteen opdoen. Anders heb je het daarna in 1 keer en dat is saai. Maar kunnen we dan niet hieromheen een diepvries maken? Ja, de editor wel. Rij maar. Maar in het echt niet. Oh, wacht even. Even 1 dingetje voordat iedereen weer gaat reageren over mijn snor. Ik ben met een serie bezig. Of ja, wij zijn met een serie bezig. En dan moet ik deze snor... Wat ben je? Ik moest even binnenmonds boeren. We zijn dus bezig met een serie en daarvoor moet ik deze snor laten staan. Dus ik wil even die reacties voor zijn. Maar de enige die daarop mag reageren ben ik. En ik ga er binnenkort een reactievideo over maken. Iedere YouTuber maakt reactievideo's, dus jij gaat ook een reactievideo maken. Misschien moeten wij ook maar reactievideo's op het kanaal gaan doen. Voor alle mensen die denken dat ze mij bevelen kunnen geven zoals dit. Het is mijn leven. Ik bepaal wat ik doe. Nou ja, eigenlijk niet, want het moet dus voor een serie. Zullen we gewoon gaan grabbelen? Ja, laten we gaan grabbelen. Wie begint er? Jij. En niet vals spelen deze keer. Ja, je doet alsof het nooit gebeurt, maar... Dit is een hele grote. That's what she said! Hoe kan dit? Ook meteen het meest heftige. Makreel. Ik zeg het niet eens mee. Weet je, eerst wilde ik vaak zeggen, ik doe niet meer mee. Dat blijkt onzin te zijn, want ik zit er iedere keer weer. Dus het enige wat ik kan zeggen is... Niks, ik weet het niet. Oh, mag ik wel? Je moet mooie dingen maken. Nee, dat is toch geen sorbet? Als ik het zo geserveerd zou krijgen bij Klevers, dan zou ik echt pissig worden. Maak je nou reclame voor Klevers? Of bij ijssalon Passiebloem in Liesel of het ijsje in Amsterdam-Noord. Oké. FC Kipijsje in Amsterdam-Noord. Nee. FC Kipijsje? Wat ben je allemaal lullen, joh. Gracias. Een jodel... Ja, makreel. Nee, niet... Nee! Ah! Even genieten. Nee, even makreel. Ah! Oh, nee. Die sap ook. Ik word er nu alweer misselijk. Ja, wat heb ik? Chili saus, wat is dit? Oeh. Ik duf er zelfs van. Ja, maar pittig ijs kan wel, toch? Let op. Chili sauce! Dus je aankomt bij Klevers of Passiebloem of FC Kip ijs en dan krijg je ijs met makreel. Oh, dit stinkt zo erg. Ja, klopt. Maar dat zei je gisteravond niet. Toen ik met... Hey, wow, what the f*** is dit nou weer? Een grapje. Oh, godverdamme. Nee, ik vind het niet leuk. Je hebt ook echt het ergste inderdaad. Ja, maar het is tijd voor de volgende grappel. Het kan nu eigenlijk alleen nog maar bergopwaarts gaan. Of... Ja, schatje patatje, denk je dat ik kijk? Dat ik dan dit pak? Marie, doe rustig! Als nou ik ja, zou kunnen kijken. Even voor de zekerheid. Maar... Ja, ik weet hoe je bent. Huub ik het toch. Persik. Dat is prima. Persik is prima. Dat is prima. De P van prima en persik. Kijk, alsjeblieft. Dan doe ik daar heel veel van. Blauwe bessen! Oh, dat is ook lekker. Let op. Het is leuk hè, dat die dingen weggooien en dat er dan iets gebeurt. Blauwe bessen ben ik gek op. Weet Mag je eentje? Maar soms zijn ze zuur. Dat is een beetje zuur. Ja, beste Albert Heijn, stop met het verkopen van fruit. Jullie zijn er echt belachelijk slecht in. We bewaren deze niet wel, gesponsord. Want ze zijn wel lekker. Het zou ook wel raar zijn als je gesponsord wordt en dat je dan mag zeggen... Wat heb je gekeken? Nee, ik heb niet gekeken. Heb ik gekeken? Nee, ik heb niet gekeken. Denk je anders? Dan zou ik toch geen uien kiezen? Hè? Dan kan je wel leuk lachen. Maar ik moet er toch in. Ik heb ook het idee, mag ik eventjes iets zeggen? Wat? Er zijn meer vieze dingen dan lekkere dingen. Hey! We hebben een tijdje terug in een video gezegd. We moeten dan vaker teamleden wat doen. Ja. En toen waren de reacties dit. Mensen vonden het fantastisch. Ja. Mensen vonden het echt. Ja, we willen graag teamleden dingen zien doen. Ja.
Dus we kunnen deze sorbet zal ik ook gewoon door onze teamleden op laten eten. Ja. Die gezicht hier ook. Ja. Shit. Ja. We kunnen vaker teamleden dingen doen en dat wij dan dingen gaan bedenken voor hen. Ik vind dat wel een leuk gegeven. Ik ook, sorbetje speciaal. Eigenlijk is het nog niet eens zo verkeerd, want er is zo'n chick, die doet zo'n TikTok. Maakt die en die doet in de yoghurt ook altijd vis. M&M's! We hebben weer lekker veel interactie met z'n tweeën. Op de thee! Wow. Dat krijg je als je bijna 9 jaar samen bent. Luister je gewoon niet meer naar de ander. Het is zo stil in mij. Is dit M&M's? Crunch chocos? Daar staat M&M en dit is een nep Malteser. Ja. Dus dat is het team. Is dit het mout? Misschien is het beter als juist het team in beeld komt en wij het voorbereiden. Huh? Hoezo? Maar dit is een vet lekker. En hier kun je iets leuks mee. Dat heb ik al eerder laten zien. Maar let op, let op. Let op. Ja, wacht. Ja, maar dat is helemaal niet moeilijk. Maar ik heb te dunne lippen hiervoor. Het heeft niks met lippen te maken. Jawel. Als je zo doet namelijk. Het gaat om het blazen. Hey. Tim, kun je dat? Kom eens Tim, kom eens op je knietjes hier. Heb je het wel eens gedaan? Nee. Oké, okay, nou dan dat wel leuk. Wow! Wow! Die ging vet hoog. Die was super goed! Stiekem hebben we ook flink geoefend. Tim is een professionele kunstchoco-blazer. Nogmaals, wij kunnen beter gewoon achter de camera blijven en we zetten ons team er gewoon voor. Zie, jij doet ook met je lippen zo. Hoe deed je dat, Tim? Sorry. Ja! Okay. Lekker, man. Oh, wacht, je moet er nog op. Ons ijs is inmiddels gesmolten. Ja, maar dat maakt het juist minder erg. Want wist je dat makreel best wel lekker is? Want makreel is vis, is melk, is ijs. Nou, dat was een hele korte, heel fijn. Oh. Grabbel maar. Wat zijn nou makreel? Is vis, is melk? Ja, want uiteindelijk is melk ook eiwit. Eiwit is vis. Is zee. Zee is water. Water is deels ijs. Is weer rond. Oké, wat heb je? Schenkstroop. En dat vind ik lekker, dus kom maar hier. Schenkstroop? Daar heb ik nog nooit van gehoord. Waarom heet dat schenkstroop? Nou, omdat dat niet een stroop is die je zo met je mes erop doet, maar je schenkt hem. Dus waarom Maar wat nou als je hem niet schenkt? Gast, jij maakt het allemaal lastiger. Okay. Dit is toch gewoon schenkstroop? Kijk, schenk het zo op. Dit is ook altijd lijp. Hoe hoog kan jij? Let op hè, ik heb nieuwe kleren aan. Marit, doe normaal! Ik kan echt heel hoog. Marit! Ik heb spuitkaas. Oh, dat moet je ook zo doen zoals dit. Kijk hoe hoog je kan. Ik wil geen spuitkaas. Waarom heet dat spuitkaas? Ik kan toch geen kaas eten? Waarom heet dat geen schenkkaas? Oh, nee! Kom eens. Nee. Doe even zo in je mondje. Nee! Wil jij dat in je mond? Nee, maar ik zeg het aan jou. Maar kaas is ook melk, hè, Dylan? Oprecht. En melk is ijs. Dus dit is helemaal niet verkeerd. Ik vind het een redelijk gelijk opgaan. Echt, hè? Dat vind ik niet leuk als de challenge zo gaat. Ik vind het veel grappiger als het misgaat. Grabbel maar door mijn hand heen. Meneer de kok gaat ook meekijken of hij niet vals speelt. Maar hij is een Deense chef. Maak even een gaatje. That's what she said. Quantama, jonge kapuzijnes. Wat? Kapuzijnes, en jij? Paprika poeder. Hé, maar eerlijk, wat is lekker hier? 1, 2. Wat is lekker hier? 1, 2. En verder zit er 1, 2 vies in. 1, 2 vies. En nu alle tweede dingen zijn ook vies. Het is helemaal niet gelijk. Maar we worden hier opgelicht door ons team. We worden hier echt opgelicht. Nu is het echt klaar. Nu gaan ze sowieso zij het eten. 6 vieze dingen. 6 vieze dingen. 4 lekkere dingen. We worden opgelicht. We worden opgelicht dat we bijstaan. En de foutenrikker die ligt hier keihard op. Helaas jongens. Kijk ze kijken. Het is jullie beurt. Om jullie meer te laten leiden. Ja! Wie heeft die opdracht? Ja! Ik ben dat nooit... Dus als er iemand is die dat niet heeft gezegd, ben ik het wel! Ja, maar we hebben dit. Wat had jij? Wat is dit? Jonge kapucijners. Dat zal dit zijn. Want dit is paprika poeder. Kijk, het verschil tussen jonge kapucijners en oude kapucijners is... Marit, hou eens op met dit soort dingen zeg. Dat moet allemaal weggebliept worden. Oh. Let op. Hé, hey, Gappie, wat doe jij nou? Dit is wel leuk, let op. Je hebt het hele bakje erin geslikken. Ja, klopt. We hebben allebei een lepel. En die gaat dus naar één van de 10 leden. Nee, oké. Okay. Weet je, ik wil het goed maken. Wij gaan deze keer dit proeven.
Maar zij ook. Dus zij pakken dadelijk ook een lekker lepeltje. En dan gaan zij ook lekker proeven. Ik vind het wel een klein lepeltje. Want ik denk dat dit voor ons wel goed is. Maar voor de teamleden moeten we even een soeplepel pakken. Huh? Hier. Ja, de kijkers hebben bepaald. Zij wilden team Dylan Hagens meer in beeld zien. Kun je ook zien op de website van Hagens Media. Daar zie je al die koppies. Dus laat vooral weten welk koppie jij vaker een challenge zo'n vies ding wil zien eten. Ik... Maud vindt het echt leuk. Dus zeg vooral Maud. Dus ze zit hier te knikken achter de camera. Ik wil niet veel zeggen... Maar dit ziet er best nice uit. Ik vind hem wel mooi opgemaakt. Als je dit zo ziet, stel het waren lekkere ingrediënten. Dit ziet er echt wel nice uit. Ja. Ja, dat heb jij gedaan. Daarvoor zag het er lekker uit. Dit ziet er echt wel nice uit. Kun je alsjeblieft niet zo hard zuchten? Ik heb makreel erin zitten. Stel je voor, hè, dat deze challenge was dat je dit helemaal op moest eten. Dat is dit toch? Voor de teamleden. Ik twijfel. Maar valt nog mee deze. Het valt nog mee. Het is een heel, heel raar volle paprika poeder. Maar het valt echt nog wel mee. Wil je mijne proeven? Nee. Nou, nee. Want dat ziet er echt sappig uit en ranzig. Moet ik het doen? Ja. Oké, ik heb een stuk vis hierin. Ja, is het lekker? Vooral, weet je wat het echt vies maakt? Strop. Nee, het ui. Oh ja, er zit ook nog ui in bij jou. Die ui is zo vies. Oké, nou, teamleden. Ja, jongens. Ik wil lepeltje. Ik wil lepeltje. Nee. Jullie mogen allebei een lepeltje. Kijk, hier zijn ze, dames en heren. Maud en Tim. Woe. Ja, hier zijn ze. Deze koppies. Stem op Tim. Nee. Gaat. Ja, die is nog niet eens zo. Alleen inderdaad, die chili saus en paprika poeder is wel... Dat is heftig. Maar Maud vindt hem echt lekker, denk ik. Oh, die vis, maat. Ja, ik ruik ik het. Ik durf niet te koken al. Nog maar kijken, allemaal.